Vorige week was ik met Wendy bij TDK Eigenwijs in de Fonteinkerk, Amersfoort. I love coffee, I love tea. I love coffee, I love tea. En vanavond heb ik een afspraak met mevrouw R. Mevrouw R gaat me leren hoe ik kan werken met taal. En we maken ook tegelijkertijd kennis met haar kunst, haar kunstwerken. Ik ben benieuwd. Fascination, it's just the way. Wie ben je? Mevrouw R. En mevrouw R heeft een onuitputtelijk rariteitenkabinet. En daarmee werk ik kort gezegd op papier, in de ruimte en met mensen. Een rariteitenkabinet, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? In een rariteitenkabinet, in mijn rariteitenkabinet, zitten voorwerpen die op de een of andere manier tegen me praten. Dat kan zijn omdat ze bijzonder mooi zijn, maar het kan ook zijn omdat ik ze lelijk vind of dat er iets anders is. Maar er zal altijd iets zijn wat me raakt. Nou, deze tekening die gaat wel over de dingen die mij raken. En dat zijn... ik hou heel erg van folklore. Ik vind rolpatronen interessant. De vrouwen en mannen. En daarnaast probeer ik in een tekening, wat een hele elementaire manier is van werken eigenlijk, probeer ik een contrast te zoeken van gedetailleerdheid en van strakheid en leegheid. En dat zit een beetje in het contrast tussen die jurk en het haar van de twee dames. Maar voor de rest hele eenvoudige lijnen. En het zoeken naar de juiste lijn, dat vind ik een hele mooie contrast met het zwaar gedecoreerde eigenlijk. En waarom specifiek het haar? In folklore zitten vlechten en eigenlijk kun je zeggen dat iedere cultuur wel een bepaalde dracht heeft van haar. En ik vind het mooi om naar die texturen te zoeken en het op te bouwen uit 1000 potloodlijntjes en bijna therapeutisch te werken. Deze kaarten die zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een expositie die ging over oorlog en vrede. En oorlog en vrede is niet een thema waar ik zelf snel uit mezelf mee zou gaan werken, maar ik vond het wel interessant. En toen ben ik gesprekken gaan voeren met veteranen van 85 jaar. En ik heb de uitspraken die zij hebben gedaan verwerkt in deze kaart. En dit is onderdeel van een installatie die in Soesterberg heeft gestaan op de vliegbasis. En het ging me vooral over het kleine menselijke leed in feite in oorlogssituaties. Ik probeerde daar eigenlijk mijn vinger op te leggen om achter te komen van wat zijn dat dan voor gebeurtenissen en... ik ben onoverwinnelijk en onsterfelijk. Dat zegt een jongen van 17 jaar die naar het front wordt gestuurd. En dat is te begrijpen als hij 17 jaar is. Maar hij kijkt daar nu heel anders tegenaan. En er was één meneer en die gaf me een hand en die zei: de ergste verhalen vertel ik niet. Die zit opgesloten in een doosje in mijn hoofd. En hij zei daarna van: ja, wat kom je dus eigenlijk doen? Maar hij had het al gezegd en zijn eerste... opmerking was voor mij voldoende. Vrij zijn, onbezorgd en vrij zijn. Nou, ik kies een voorwerp van de tafel. Dat zijn onderdelen uit mijn rariteitenkabinet. En kies gewoon iets wat je aanspreekt op wat voor manier dan ook. Je hoeft er niet te lang over na te denken. Gewoon een soort impulsief, kies iets uit. Oké, dat zijn heel veel dingen zeg. Nee, ik zie hier bijvoorbeeld een plaat, denk ik. Dus deze heb je gekozen? Ja, dit is mijn voorwerp. Ik hou van muziek. En Danny Kay, Hans Christian Andersen die erop staan. Ik vind het helemaal leuk. Nou, oké. Wat nu de bedoeling is dat je aan de hand van een artikel uit de krant... omdat een van de onderdelen die met creatief apenkooien aan bod komt, is... taal en hoe taalbeeldend bijvoorbeeld gebruikt kan worden. Mm-hmm. Is dat je een artikel gaat zoeken en dat je woorden gaat wegstrepen en dat je woorden overhoudt waarbij je denkt aan dit voorwerp. That civilization is a thing for me to see. So bongo, 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 I don't wanna leave the Congo. No, 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 no.
Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Probeer eens te kijken of je de woorden die je nu over hebt gehouden naast elkaar op papier kan zetten en wat er dan ontstaat. Jailhouse, shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears. So no matter how they coax him, I'll stay right here. Krachtig, fashion en lifestyle, harde woorden, uniek, kleurrijk en creatief, waargemaakt, een zekere beschaving, echt nodig hebt. Wat je nu zou kunnen doen is proberen eens te kijken of je deze woorden in een andere volgorde kunt zetten, waardoor ze misschien met elkaar een betekenis aangaan of een ritme of waardoor iets belangrijker gaat worden of het in een andere context te zien is of dat er iets anders mee gebeurt. Echt nodig heb. Harde woorden kunnen krachtig zijn. Zoiets, denk ik. Mm-hmm. Maar het is echt heel moeilijk, want ik vind het wel gaaf dit. Maar het is, je bent dan wel, zeg maar, aan die termen zit je vast, zeg maar. Ja, maar dat is, dat, ja, in de beperking zou je kunnen zeggen, ja, komt weer de essentie naar boven. En ja, moet je heel erg voor jezelf nadenken van, waar gaat het over? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik vertellen? Maar waargemaakt, die zou je ook nog kunnen toevoegen. Ik heb het nu waargemaakt. Ja, dat is... ik heb het nu waar gemaakt. Mevrouw R., hartstikke bedankt voor de workshop. Nou, graag gedaan. Ik vond het echt ontzettend creatief om te doen. Echt vernieuwend ook, mag ik dat zo noemen? Nou, heel goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Fascination, it's just the way.